Hoi, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe Bright video. Gemaakt op een spiksplinter nieuwe camera. Heel lang hebben we met deze Canon 80D gefilmd. Een uitstekende camera met een supersnelle autofocus. Die prachtig in HD schiet. En met dit allround lensje erop konden we zo'n beetje alles draaien wat we wilden. Maar ja, we wilden graag ons YouTube kanaal net die extra stap geven. We willen alle video's in 4K gaan schieten. En we willen dat ze er mooier uit komen te zien. Dus niet alleen qua resolutie, maar ook dat het beeld er gewoon wat strakker uitziet. En daarom hebben we nieuwe camera's aangeschaft en die wil ik graag aan je voorstellen. Misschien herken je hem al. Ik zal zo verklappen welke het is. We hebben heel veel camera's bekeken. We hebben naar de Canon 5D gekeken, want we waren Canon gewend en Canon is onwijs gebruiksvriendelijk. Maar dat ding is best wel groot en duur. We hebben ook nog gekeken naar de Lumix GH5. Een hele bekende camera voor vloggers. Kan je ook 4K mee schieten. Maar wat we eigenlijk ook wilden, behalve 4K, is dat we op een full frame sensor gingen schieten. Zodat de plaatjes er nog mooier uitzagen. En dan kom je eigenlijk vanzelf uit bij Sony. En nou is het zo dat ruim een maand geleden kwam Sony met een nieuwe A7 Mark III camera. Die hebben we zo snel mogelijk aangevraagd bij Sony om ook uit te proberen. En die beviel zo goed dat we uiteindelijk hebben besloten om de Sony A7 Mark III te kopen. Een full frame systeemcamera waarbij je echt heel veel waar krijgt voor je geld. We hebben er €2300 voor moeten betalen, €2500 met de lens erbij. En er is geen enkele concurrent die zoveel features, zoveel opties, zo'n mooie beeldkwaliteit biedt voor die prijs. En omdat die wat goedkoper is dan we van tevoren hadden bedacht eigenlijk, hebben we ook wat extra dingen er maar gelijk bij gekocht. De kitlens sowieso. Kijk, het zijn niet de allerbeste lenzen, maar het zijn meestal hele goede allround lenzen. Voor als je bijvoorbeeld onderweg bent en je schroeft deze lens erop, dan kan je daar ongeveer alle kanten mee uit. Kan je er bijna alles mee draaien. We hebben er gelijk een rig omheen gekocht van Small Rig. Waardoor die in een cage zit sowieso wat steviger. We kunnen hem laten vallen zonder dat hij gelijk kapot gaat. Maar je kan er ook allerlei andere accessoires op monteren via de cold shoe. Bijvoorbeeld een extra lampje bijvoorbeeld. We hebben de XLR aansluitingen opgezet zodat we goed audio krijgen. En een handvat zodat we af en toe ook gewoon hem lekker naast ons kunnen laten bungelen als we de hele dag op pad zijn. En we hebben wat extra lenzen gekocht. Deze 50mm macro ben ik heel blij mee. Het is gewoon een 50mm lens, dus daar kan je hem voor gebruiken. Maar je kan hem ook gebruiken om close-ups te maken van alle producten die we reviewen. Denk aan de koptelefoonaansluiting. Denk aan de camera's die achter op smartphones zitten. Gewoon mooie productdetails, waardoor onze video's er weer mooi uitkomen te zien. En dat is niet het enige wat we hebben gekocht. We hebben ook nog een andere camera gekocht en die ga ik je nu laten zien. Dit is die andere camera, de Sony A6500. Geen full frame camera, maar hij kan wel in 4K draaien. En deze camera gaan we vooral gebruiken voor het vaste shot waar je nu naar zit te kijken. Nu staat daar dus die A7 Mark III. Met deze 35mm lens. En dit is een full frame lens. Dus omdat hij op deze camera zit, is dit eigenlijk een 50mm lens zo'n beetje. En daarmee krijgen we een heel mooi shot van voren. En dan kan de A7 Mark III het moeilijke werk doen met de zijshots van de zijkant. Bij elkaar moeten deze twee camera's ervoor gaan zorgen dat onze video's een stuk mooier worden. Voor onderweg hebben we trouwens ook nog een statiefje gekocht. Niet het allerbeste statief dat je kan kopen. We hebben wel een van de meest compacte videostatieven die er zijn. We wilden geen monopod, want we gaan af en toe ook wel eens alleen op pad. Monopod valt om natuurlijk als je alleen bent. Dit statiefje kan makkelijk mee in onze rugzak als we in het vliegtuig moeten. Ik ga binnenkort bijvoorbeeld naar Microsoft Build en naar Google I.O. Ja, dan is het echt een heel fijn ding om bij je te hebben. Kan 1,50 meter hoog maximaal worden. En het is de Manfrotto B-Free Life. Met al deze nieuwe gear en nog wat extra dingetjes die we gaan veranderen. Nieuwe microfoons bijvoorbeeld, waardoor het geluid wat beter wordt. Hopen we dat ons YouTube kanaal echt in kwaliteit een paar stappen omhoog zal gaan doen. We gaan ook dagelijks video's uploaden. Daar zijn we al mee begonnen begin april. En monteren. Dus we gaan heel snel leren van onze fouten. En hopen uiteindelijk dat we beter en beter en beter worden. Heb je vragen over onze nieuwe gear? Stel ze dan in de comments en ik ga ze beantwoorden. Geef een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Dat dus alsmaar beter gaat worden. Tot de volgende. Hij is mooi.